Keur in de middag. En Lush Life. We zijn helemaal gek van het leven, want we bestaan al zo lang. Vertelde Anita net dat ik in oktober 60 word. Daar schrok ze van, hè, kindje? Ja, daar schrok ik van. Ach, arm kind. Waarom moet je daarvan schrikken? Dat is dat gehoord bij het leven. Zeggen? Nee hoor, ik ook weer in. Misschien dat je. Nou dacht... ja, ik dacht van jij 60. Nee. Ja. Echt niet? Nee. Het is toch een beetje de leeftijd dat je gewoon. Ja, 's morgens toch stijf wakker wordt. Behalve natuurlijk wat stijf moet zijn. Dus dat is die leeftijd. Oh dus my dat God, is. Hilarious. Nee, het is niet hilarious. Maar goed, je zegt het heel allemaal met energie te maken. Dat geloof ik ook. En ik geloof inderdaad, de mensen van mijn generatie. Er zijn heel veel mensen die er nog wat jonger uitzien. Neem jezelf bijvoorbeeld. Ja, nee, het heeft ook te maken dat je helemaal vol in het leven staat. En op volle toeren meedraait. En dat is echt een heel groot verschil. Ja. Oh, wacht even. Heb je het verkeerde microfoon? Ja, hallo. Jij bent nog nat 8, joh. Ja, zei je. Ik ben bijna 40. Wil je echt iets zeggen? Ik ben bijna 40. Wij zijn bijna 60. Oké, okay, maar niet. Ik wou zeggen, je moet ook gezond zijn. Ik bedoel, jij kan ook over meepraten dat als je ziek bent... Ja. Hè, als er iets is met je gezondheid... Je, het grootste cliché is natuurlijk ook gewoon keihard waren. Daarom is het het grootste cliché, ja. Ik vond het heerlijk dat je er was. Nou, ik ook. Wat is toch allemaal weer heel gezellig als je elkaar een tikkeltje kent... Ja, en een beetje in hetzelfde vak zit. En dan, wisten we al allebei schorpioen. Nou, we zijn niet heilige gelovers, maar je merkt dan toch dat je een bepaalde connectie met elkaar hebt. Ja. En dat het is altijd leuk met jou. Ja. Nou, dankjewel, schat. En we hadden nog zoveel vragen over je kinderen die in het huis uit zijn... en allemaal dingen. Ja. Misschien kunnen we dat binnenkort in een televisieprogramma met elkaar bespreken. Maar niet nu, want... De tijd is natuurlijk voorbij. Ja. We hebben oningepakt toch een leuke surprise voor je. Oningepakt? Nou, een beetje. Nou, er zit geen mooi papiertje meer. Dus het ook. Dan is we houden hier niet van. Het is een doosje. Hartstikke leuke doos. Ja, ja, maar ik zal je doosje even openmaken. Mag ik dat maken? Ja, graag. Kijk eens. Op. Nou, dat is toch schitterend. De keurende middag mok voor Anita. Van die lekkere koffie in van Anita. En wij vragen er altijd bij, Anita, als jij zometeen thuis bent... de eerstvolgende keer dat je hem gebruikt... zou je een fotootje willen maken en ons die sturen. Oh ja, zeker wel. Dat mag thuis, dat mag als je bij een programma bent. Allemaal prima, maar dat je even lekker iets lekkers drinkt. Leuk. Vind je niet? Ja, heel goed. Dus zo denk ik, ik drink koffie uit kleine kopje. Het wordt thee. Thee. Is dat goed? Nee, maar graag, schat. Goed. Dus, nice, dankjewel. Ja. Al drink je de wodka uit, wat jij lekker vindt. Dat vinden wij helemaal niet erg. We vonden het heerlijk dat je er bent. Ga lekker met Olly lopen en je man daarbij. Ja. Heel, heel, heel lekker weekend. En we geven je nog een groot applaus en een dikke kus. Oh. Anita Witsier was in de show. Dank jullie wel. En speciaal voor jou, zoals beloofd, krijgen wij Robert... Ja, Robert Long. Nice. Dat is schitterend, hè? Ja. Kalverliefde. Dag, lieve schat. Dag. Ja, kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel. Wat had je eigenlijk verwacht?